Welkom at NURF hier in de expo in Emmen. We hebben het laatste gesprek hier over wat de vier modaliteiten van elkaar kunnen leren. Ik heb hier vier mensen. Ik heb Dick Middelkoop van ProRail heb ik hier zitten. Ik heb hier Marco Scholtens van de Nederlandse Maritime Technology. Jorrit Kuipers, oude bekende van RobotTuner. En ik heb hier Egbert Swiers van DroneHub. We hebben dit evenement gehad, we hebben bij elkaar gezeten en de vraag is, wat kunnen wij nou van elkaar leren? Als je het hebt over autonomous, het hele autonomous functie bij de, in de luchtvaart en, bij de marine wereld en bij ProRail. Hebben die dan iets gemeenschappelijks of zijn het gewoon vier gescheiden werelden? Nou, laten we beginnen bij de oudste van en dat is de luchtvaart, Egbert Swiers. Jullie zijn heel vroeg begonnen met autopilot en autonomous. Wat kunnen wij leren van elkaar, van de verschillende mobiliteiten? Wat is jouw indruk? Nou, ik denk een van de belangrijke dingen die we van elkaar kunnen leren is dat, voor mij vindt de maatschappij alle mobiliteiten autonoom heel spannend. En volgens mij is dat waar we altijd heel erg naar moeten kijken. Mm-hmm. Ja, wat vindt de maatschappij ervan? Als er straks onbemand dingen door de lucht gaan of over de weg of over water. Dat is wel een van de dingen die mij bezighoudt. Ja. Ja, dus eigenlijk, we hebben techniek. Daar gaan jullie heel veel delen met elkaar. En dan heb je regelgeving. Dat, hopelijk maken we dat niet zo gefragmenteerd. En dan de acceptatie. Dat is dan ook voor elke plek is dat weer afhankelijk. Ik vind het een hele goede constatering. Als je daarover praat, met Jorrit. Jij bent heel erg bezig om in die certificering, heb ik jou een presentatie gegeven over het S-rijbewijs. He, dat machines een rijbewijs moeten hebben. Is dat nou ook iets met die acceptatie? Of is dat meer alleen maar regelgeving? Of waar zit dat in? In welk domein is dat? Nou, ik denk beide. Kijk, het leuke voor acceptatie... Houd tegen je mond. Ja. Okay, het leuke voor acceptatie is ook dat mensen, als ze het gevoel krijgen dat die machine bevooroordeeld wordt op hun eigen prestatie, dan hebben ze daar moeite mee. Maar als ze op eenzelfde manier beoordeeld worden, wat we doen met dat S-reisbewijs, wordt het al makkelijker. En met die beoordeling, die certificering, ja, daar leer je ook veel van elkaar. In de luchtvaart hebben we natuurlijk al een hele goede methodiek daarvoor. Aha. En daar kun je op de weg van leren. En op de weg gebruiken hebben we het idee nu om de data van mensen die we hebben kunnen verzamelen, om die weer te gebruiken in dat certificeringsproces. Nou, in de luchtvaart wordt dat nog niet gebruikt. Maar hebben ze al wel aangegeven dat ze dat toch interessant vinden om dat te gaan toepassen. En dat geldt denk ik ook voor de andere modaliteiten. Ja, Dick Middelkoop, je zei van ProRail, je zei, dit is de allereerste keer dat je aan tafel zit met al die verschillende mobiliteiten. Hè? Hoe kom je, want jullie komen elkaar natuurlijk wel tegen. Een trein komt de auto tegen en de trein heeft een connectie met het vliegtuig. Maar waar zitten die connectiepunten? Nou, inderdaad, in de verschillende modaliteiten die je gebruikt, hè, wat je al zegt, kruisend verkeer. Maar natuurlijk ook in overeenkomsten dat het allemaal gaat over geleid vervoer. He, dus je hebt allemaal mogelijkheden om delen van die functies wel of niet te automatiseren. Ja. En je hebt natuurlijk verschillende omgevingen waar je in functioneert. Een spoor is, ja, zitten toch reizigers, gevaarlijke stoffen in. Roept ook weer een aantal nieuwe aspecten op, denk ik. Alhoewel dat ook bij andere modaliteiten natuurlijk ook wel voorkomt. En voor ons is het relatief nieuw, hè, voor laten we zeggen, het netwerk in Nederland. Je ziet het wel natuurlijk bij andere metrobedrijven bijvoorbeeld. Ja. Er zijn toch net even andere situaties waar we die externe invloeden of die kruisingen met de andere modaliteiten wat op een andere manier hebben georganiseerd. En ik denk gewoon dat we in Nederland nog een hoop kunnen leren voor het spoor. Om te ontdekken waar het wel, laten we zeggen, kan helpen en waar niet. Ja. En natuurlijk moeten we naar de andere modaliteiten kijken. Ik zei dat jullie de eerste waren, de luchtvaart, om met autopilots te gaan. Maar dat is natuurlijk helemaal niet waar. Schepen zijn al veel langer bezig met allemaal systemen om zeg maar op de juiste manier, de juiste plaats naar elkaar te komen. En niet alleen maar dat via mensen te doen. Hè? Van die techniek is al zo oud als de wereld. Nou, ik denk als ik ga kijken naar de techniek die in het algemeen aan boord van schepen wordt toegepast. Moet ik toch wel toegeven, ik ben trots op scheepvaart, maar dat op het gebied van automatisering ze niet voorlopen op andere modaliteiten. Nee? Het is een vrij conservatieve industrie. Dat is door een aantal dingen ingegeven. En een belangrijke ervan is dat alle wetgeving, alle regelgeving is op een internationaal vlak georganiseerd. Dat heeft het grote voordeel dat er voor heel veel dingen één standaard is. Dat is fijn. En het nadeel is dat veranderingen in die wetgeving door hetzelfde internationale proces heen moeten en dus heel langzaam gaan.
Maar de, als je gewoon zo'n mooi containerschip hebt, dat is toch gewoon een computer die alles zeg maar organiseert en regelt en volgens met sensoren zit. En dat is toch een state-of-the-art machine? Vergeleken met andere modaliteiten? Nee. Met een Tesla? Nee. Nee. Dat valt echt tegen. Dat valt echt tegen. Wat, nou, noem eens een voorbeeld dan. Nou, we hebben wel een autopiloot en sinds tientallen jaren zet je gewoon een koers in. Ja. Maar op het moment dat je in een druk vaarwater komt, dan is het altijd weer de roerganger naar de brug en die gaat op aanwijzing van de kapitein sturen. Echt waar. Die houdt niet gewoon in de gaten wie er allemaal in zijn heen zit, waar die naartoe moet. En die doet gewoon niet een veel sophisticated koers. Want dat ding, die dingen, die schepen, die zijn zo groot dat je al van tevoren moet nadenken. Drie stappen van tevoren waar je Zeker. Heen moet. En de computer kan dat niet, nog niet beter dan de mens? Tot op heden, nee. Tje, waarom? Wordt er niet in geïnvesteerd? Houdt regelgeving je tegen? Of is de kapitein de baas en die zegt aan mijn lijf geen Polonaise, ik beslis wat er gebeurt? Wat is het? Nou, de kapiteins die kunnen dat zeggen, maar die maken de investeringsbeslissingen niet. Mm-hmm. Dus daar zie ik het niet zozeer in. De regelgeving is hooguit een tijdelijke vertragende factor. Maar regelgevers beseffen zich ook wel dat ze zich aan de technische stand moeten aanpassen. Dat kan een paar jaar vertraging opleveren, maar we kunnen niet naar achterblijvende regelgeving wijzen om te zeggen van ja, dat moet dan, daarom kunnen we het niet. Nee. Dat is naïef, want de regelgevers gaan dan zeggen eerst maar wat je wil gaan doen, dan maken we wel regels. Okay, ik bedoel, ik kan niet met de regel aangeven waarom het zo langzaam gaat in jullie. Waarom gaat het zo langzaam bij jullie dan? Ik denk een belangrijke reden is omdat de industrie heel erg gefragmenteerd is. Kijk, in de luchtvaart zijn er in essentie twee grote leveranciers. En een aantal wat kleinere. Ja. Maar een groot deel van de vliegtuigen waarin wij op vakantie gaan, wordt door één van twee leveranciers gemaakt. In de scheepvaart zijn dat er een paar honderd. En per bedrijf is de mogelijkheid om in nieuwe technologie te investeren dus aanzienlijk kleiner dan in andere modaliteiten. Ja. Een grote scheepswerf maakt enkele tientallen schepen per jaar. Ja. En dat is dan een van de grootste scheepswerven ter wereld. Ja. Nee, ik zag inderdaad ook de innovatie in Nederland. Dat is een van de scheepvaarden. Ze zijn bezig met Internet of Things. Ja, nou, dan kunnen ze ongeveer Microsoft kunnen ze dan het platform implementeren. En dan heel voorzichtig een paar sensoren erin. Dat gaat allemaal niet zo hard. Drones in de luchtvaart is natuurlijk weer een compleet overnieuw begin. Waar je nieuwe ronden, nieuwe kansen. Ja. Betekent dat een enorme stap voorwaarts voor jou? En kijken jullie dan bijvoorbeeld ook wat er in de autowereld gebeurt met die autopilot? Want de autowereld is een lekker, die is echt enorm aan het opkomen. Ja, dat helpt wel. En jullie moeten het opnieuw doen. Werk je dan samen met, nou, met dat soort bedrijven? We kijken naar systemen, hoe ze het op de weg hebben gedaan. Bijvoorbeeld met het inzetten van de autonome shuttle. Dat we echt eigenlijk zeggen van ja, we willen gaan rijden en daarvan leren. En dat systeem hebben we exact overgenomen voor de drones. We willen gaan vliegen en daarvan leren. En om tot beoordelingskaders te komen. En dat lijkt heel goed te werken. Ja. Dat je hem omdraait en zegt van ja, om tot een beoordelingskader te komen, moeten we aan de slag. Oh ja, dus je gebruikt het beoordelingssysteem om eigenlijk als automaat en andersom. Ja. En ik zit te denken, voor de luchtvaart, ik denk dat de drones juist een echte accelerator is voor de hele luchtvaart. Ja, er komt ineens een klein, onbemand voertuig, je komt ineens bij je in de lucht. Ja. En dat zet ineens die hele wereld op de kop. Ja. Dat was vanuit de bemande luchtvaart zelf, was dat nooit gebeurd. Nee. Er wordt wel heel erg gekeken natuurlijk naar hoe de lazy captain in de Boeing of Airbus kan gaan zitten. Maar ja, de hele drone business die gaat die hele markt op de kop gooien. Ja. En bij jullie heb je natuurlijk ook zo'n innovatie gehad. Lightrail was eigenlijk een grote innovator. Hè? En subway systems voor de treinen. Mm-hmm. Zie je ook nog gewoon dat die andere werelden, omdat die technologie sneller gaat, iedereen bust, iedereen verandert, dat ook in die treinwereld het accelereert, de snelheid? Of is dat toch gewoon weer het lekkere eigen wereldje waar je gewoon een paar bedrijfjes hebt die gewoon de dienst uitmaken en dat de innovatie gewoon op de tempo gaat waarop het gaat? Nee, ik denk wel dat we steeds meer de gelegenheid willen bieden om nieuwe bedrijven ook gewoon te kunnen laten zien wat ze dan voor het spoor kunnen betekenen. Hè? We zijn bij ProRail met innovatie bijvoorbeeld bezig met een simulatie- en testcentrum, waarbij we ook gewoon industrie kunnen uitnodigen om wat er al is eventueel te beproeven, of om met elkaar te ontdekken wat er dan echt nodig is. Ja. Ik denk dat als je kijkt naar automatisch rijden, waarmee we hier staan, hebben we ook eigenlijk het spoor gekozen van eerst maar eens gaan doen, laten zien dat het kan, en daarvan met elkaar ontdekken wat er dan meer nodig is. Wat vonden jullie van elkaar?
Heb je alleen maar in je eigen dingen gezeten of heb je ook bij de andere types rondgelopen van Marco? Heb je ook een beetje gekeken van wat er bij de drones gebeurt of wat er bij de auto's gebeuren? Nou, ik heb met name met veel interesse gekeken naar wat er met de auto's gebeurt. Ook omdat iedere modaliteit heeft zijn eigen complexiteiten. Ja. En met het autoverkeer heeft de scheepvaart gemeen dat je in een sterk ongecontroleerde omgeving werkt. Dus dat waar acceptatie voor innovatie, de maatschappelijke acceptatie, een hele grote rol speelt. Oké. Het is veel moeilijker. Een trein heeft al zijn conflicten, maar dat is het aantal conflictmomenten met andere modaliteiten. Ja, maar het is eigenlijk heel goed geregeld. Scheepvaart ook, behalve met drones. Drones die verstoren dan het mooie beeld van de luchtvaart een beetje. Ja. Maar wegverkeer, en daar zie ik ook dat de innovatie over drie assen. Je hebt een technische innovatie, wat kan. Een economische innovatie, waar je dan vervolgens iets aan gaat hebben. En die economie kan ook in veiligheid liggen. En een acceptatieniveau. Het tempo waarin mensen die verandering accepteren. Maar daar zijn ook wel drivers in te vinden. Er komen waarschijnlijk in de komende 10 jaar een tekort wereldwijd van 116.000 zeevarende officieren. Mensen willen wereldwijd, vroeger grepen we altijd als reders naar de Filipino's die dan het zeevaartwerk gingen doen. Ja. Ja, de Filipino's zijn ook niet meer ongelimiteerd voorhanden. Ja. Dus er zijn steeds minder mensen te interesseren voor een beroep op zee. Ja. Dus dat geeft ook een soort push. Dat, ja, dan moeten wij ook wel aan ja, de bak. Dus we hoeven niet zo bang te zijn dat er een uitstoot is van arbeid. Het is eigenlijk meer om het gebrek aan arbeid die dit soort dingen willen doen, om die op te vangen. Moeten gewoon slimme systemen hebben, dat je met veel minder mensen zo'n schip kunt varen. Absoluut. Ja, en dat is al heel weinig, hè? Want een gigantisch schip van 400 meter met een bak met vracht. Hoeveel mensen werken daar? 20. Ja, het is echt gewoon een gigantisch flatgebouw eigenlijk, wat daar gewoon voorbij gaat. Heb je daar nog problemen mee bij jullie, bij ProRail, over een aantal mensen dat al op een trein wil rijden? En dat het daarom ook goed zou zijn als we dat zouden automatiseren? Of zijn er nog genoeg mensen die dat willen doen? Nou, we hebben met mensen die treinen rijden niet zo'n probleem, want dat doen de vervoerders. Hè. Wij zijn natuurlijk wel zitten in maar je zit in die wereld. Maar bedoel... we hebben wel vergelijkbare problemen, maar dat zit dan ook vooral in de technisch personeel wat kan werken aan het spoor. He, dus er zijn zeker, laten we zeggen, kritische beroepen waar je niet zomaar mensen van de straat kunt plukken. Ja. En als je die al kunt krijgen, dan heb je redelijk aparte werkomstandigheden. Vaak in de nacht, vaak in de vakanties, als iedereen, laten we zeggen, wat andere dingen doet. Ja, onderuit aan het spoor, dat zou leuk zijn als je daar robotjes voor hebt die dat... Ja. Ja, daar hebben jullie trouwens al hele slimme dingen. Ik vind, jullie hebben zo'n trein, je hebt 2 of 3 treinen die checken het spoor en de kwaliteit van het spoor. Ja. En dat zijn echt mensen die moeten naar een camera kijken. Daar zou ik helemaal gek van worden. Maar dat is nu tegenwoordig is dan een AI-systeem. Die kijkt er daarna. En dan alleen als zij het verdacht vinden, dan gaat het naar de mensen toe. Dus je hoeft 99,9% minder te beoordelen. En dat lijkt me een hele goede manier van samenwerking. Video's goudtrein. Ja, heeft iemand nog een leuk voorbeeld wat we kunnen leren van elkaar, heren? Op de techniekbasis, op het gebied van AI, op het gebied van de sensoren, op het gebied van 5G... Wat zijn de verzoenende, wat zijn de redenen waarom we gaan met elkaar gaan samenwerken? Nou, ik denk dat wat heel interessant is, is dat enorm geïnvesteerd wordt in de auto-industrie nu in bijvoorbeeld de herkenning van sensordata. Je ziet dat er heel veel geïnvesteerd is in bijvoorbeeld beeldherkenning. Toch zijn er veel false positives. En wat betekent dat dan? En als je daar die ervaring in op doet, dat kan weer voor de andere domeinen versnellen. En binnen de auto-industrie, je hebt meestal nog een steward erbij, die kan nog ingrijpen. Maar misschien op een schip is dat moeilijker. En heb je zeg maar aan die validatiedata vanuit ene domein, kan een belangrijke rol spelen in de versnelling in een ander domein. Ja, dat kan ik me dus allemaal voorstellen, maar gebeurt het ook? En even, dames en heren, een false positive. Dat is echt, dat klinkt allemaal zo onschuldig, maar dat is ongeveer hetzelfde dat ik lekker op de snelweg een beetje aan het werk ben en dat met mijn auto enorm in de remmen schiet, omdat hij denkt dat er gewoon een viaduct dat op de weg staat. Dat is een false positive. Maar andersom is het nog veel vervelender dat hij niet remt en dat hij dan tegen de muur aan gaat. Dus daar ben ik ook niet zo blij mee. Maar we moeten met elkaar samenwerken. De techniek is heel erg unifying. Want echt, of je nou een trein of een vlieg of een schip, of een auto, of een drone rijdt. Er zijn heel veel dezelfde dingen nodig. Maar zien we al gewoon suppliers in 4 van die gebieden binnenkomen?
Nou, volgens mij, voor zover ik daar zicht op heb, gebeurt dat nog niet veel. Maar het leuke is wel dat hier in het noorden nu, omdat het in die noordelijke provincies... In het noorden men de leverancier, de ontwikkelaars bij elkaar heeft gebracht. Dat je nu in één keer ziet vanuit dat initiatief dat dit soort ideeën ontstaan. En daar lopen we denk ik wereldwijd in voorop. Dus het gebeurt nog niet veel. Maar het levert weer hele nieuwe mogelijkheden ook op. Juist ook voor deze regio. Ik vind dat gewoon echt heel belangrijk. Daadkracht hebben we nodig. Daadkracht. En daadkracht betekent toch dat al die partijen bij elkaar moeten komen. En ja, dit is een uniek evenement waarop dit echt gewoon gebeurd is. Het is gebeurd in het noorden. Het gebeurde vandaag. We zaten aan tafel. We bespreken de mogelijkheden. Het gaat nog een beetje roestig, maar het is wel een begin. En daar wil ik gewoon echt de organisatie enorm mee complimenteren. En jullie bedanken voor jullie komst. Oké, dus dames en heren, groot applaus voor de integratie. Dit is het begin. We gaan er nog niet mee eindigen. Dank jullie wel.